De wegen naar de dorpen Nyung, Jacob Kondre en Pusugrunu zijn onbegaanbaar geworden vanwege de hevige regenval van de afgelopen dagen. Dit bevestigt districtscommissaris Walter Bonjasky van het Bovenkoppenamegebied. De wegen zijn er zo erg aan toe dat de bewoners van het gebied genoodzaakt zijn om gebruik te maken van lucht- en watertransport. Dus nu moeten we gebruik maken van de boot en de luchttransport. Maar we zitten ook met een probleem met de luchttransport, want de vliegvelden zijn nu ook niet goed. Nee, ze zijn niet onder water, maar ze zijn niet, ze verkeert niet in een goede staat. Bonjasky zegt dat de airstrips in de gebieden ook in slechte staat verkeren vanwege het overtollige water. Dit maakt het luchttransport moeilijk, tenzij er gebruik gemaakt wordt van helikopters. Dus wat wij hebben gedaan nu op dit moment, gisteren was ik samen met, waren we in een meeting met NCCR om voorbereidingen te treffen, om te voorkomen dat het het ergst wordt. Dus dan zijn we bij elkaar gekomen, we hebben voorbereidingen getroffen. En nu hebben we mensen naar het gebied gestuurd om voeding en water voor de mensen te brengen, want die verkeert niet in een moeilijke situatie daar. Bonjasky zegt dat hij de wegen naar Pusugrunu en Nyung Jacob Kondre voor enige tijd had afgesloten, nog voordat er sprake was van wateroverlast. Toch maakten mensen gebruik van de wegen. Recentelijk gingen beelden viraal van een geladen vrachtwagen die omkantelde. Bonjasky kijkt samen met een team van het ministerie van Openbare Werken naar een snelle oplossing om de wegen weer begaanbaar te maken.